Ondanks de regering in het weekend verscherpte maatregelen heeft afgekondigd, waren de meeste grote winkelzaken in de binnenstad van Paramaribo vandaag normaal open. Vanaf zaterdag 10 tot en met vrijdag 23 april moesten malls, winkels, casino's en anderen hun deuren sluiten. Maar daar was weinig van te merken toen onze nieuwsdienst polshoogte nam. De situatie in het land, de economische situatie in het land, iedereen zoekt hun brood. Als we weer gesloten gaan zijn, dan gaat de economie nog meer crashen. Dus ik denk dat degenen die werken in de lokale zullen van de directeurs die ervoor kozen om hun winkels open te doen, dat de arbeiders ook graag aan het werk willen zijn. Want zonder inkomen, dan zijn we nergens. Vooral met de koers van nu. Dus u vindt niet dat de regering ongehoorzaam? Nou, ik denk ja en, dus ja en nee. Dus het is een boodschap naar de regering toe van dat we kunnen dat doen met de korte uren, maar een plotseling totaal lockdown. De gesluiting is voor u dus niet te doen? Nee, het is niet te doen. Met onze situatie in het land, nee, het is niet te doen. Als we reserve hadden waarbij we nog kunnen uitkomen, waarbij de regering de gemeenschap nog kan meehelpen met een maandelijks iets, zou dat zo kunnen, maar zoals we hebben gezien, dat is misschien eenmalig, een 300 SRD, en dat heeft niet geholpen. De centrale markt is in verband met de gewijzigde maatregelen gesloten. Marktventers verkopen hun producten voor de markt en aan de Jodenbreestraat. Enkele venters geven aan dat de markt desnoods weer opengesteld kan worden, maar dan wel onder strakkere COVID-19 maatregelen. Ik kan tappen, denk ik, de poot is maar nyang. Want meestal de mensen vieren naar de ghetto youth. Ik denk dat je power aan ghetto, als je brok aan ghetto morgen, naar ghetto je fuck up. Wat is het systeem? Je hebt een monikba. You draai je familie draai wo nya bon ma fa nga des ma sey sera wo yo janga de trace map de burti burti de ghetto draai lo tu de bi ki wen kri sir ker palan serve fuck up de euro ko mai fuck up no amuni de ga folok ma you make a folok ta o so fa presse be guerre presque ka sistemere draai wo anu para boto a trafasiere you fin tak de ma mus ko na nga trace ot matrika ko nga trace matrika ko nga trace opsi us do kapo hais plus Mijn loopfam, aan minister volk aan de gezondheid in Takiere. Aan mijn pleinlijk, aan mijn president of aan mijn VP. Hoe aan mijn president en mijn VP? Hoe aan ministerlijk wat takman? Hoe aan mijn vanhoudelijk takman? Aan mijn takman toe lauwlozen is het wel lauwlozen. Dat bakka de frigo korita Amerikan. Met aan mijn stop taki. Hoe aan jere president sting, dan aan VP sting. Dit toe maar sting hoe aan jere. Hoe aan jere minister sting moro. Hoe de opdo? Ja, we volgen. Want de minister is pleidelijk in de pres of in de VP. Je bent een minister of minister post. Met VP en vice-president de Tory. Sabi toch? Want dan gaat de tjara hier boeren komen. Marktventers vertellen dat sinds de sluiting van de markt er een enorme drukte voor de markt aan de Saramaka en Jodenbreestraat heerst. Dit maakt de situatie er niet bepaald beter op. Het sluiten van de markten is een van de maatregelen om de mogelijke derde COVID-19-golf de kop in te drukken.